denkt dat je het al gehad hebt, komt het volgende nog een keertje. Bitterbal heffen, wie wil het nou niet? Kijk eens even, helemaal coronaproof. Het Instagram Museum Awkward Experience in Elst volgt andere musea die in actie komen om weer open te mogen. Met de actie willen musea laten zien dat ze net zo veilig open kunnen als sportscholen. Nou, zaterdag gaan we open als creatieve sportschool. Dat betekent dat in de ruimtes waar we normaal allerlei creatieve uitingen hebben, die hangen er nog steeds, of die zijn er nog steeds, waar mensen leuke foto's maken. Maar dan gaan we nu bewegen op allerlei manieren. Dus ik zou zeggen, loop mee en dan laat ik het je zien. Kijk, zoals we al gezegd hadden, willen we laten zien dat je hier perfect op 1,5 meter kunt bewegen. Kijk eens even, en er wordt al druk bewogen. Het kan hier gewoon op 1,5 meter, niet alleen hier, maar in natuurlijk heel veel musea, kun je gewoon coronaproof bewegen. Net zoals in sportscholen. Vandaar deze actie ook, zoals gezegd. We hebben besloten om mee te doen met de actie vanuit de musea om als sportschool een dag open te gaan. Omdat we heel graag willen laten zien dat wij ook heel goed open kunnen zijn op een veilige manier, coronaproof. Er is voldoende ruimte om afstand te houden. We werken met tijdsloten, dus wij denken dat we dat heel goed kunnen. We willen dat ook heel graag demonstreren. En we gaan nog verder. Als er rek- en strekoefeningen geweest zijn, gaan we verder met het trainen van de armen en de spierballen. Gaat goed? Blijven lachen, denk eraan. En als je denkt dat je het al gehad hebt, komt het volgende nog een keertje. Bitterbal heffen, wie wil het nou niet? Kijk eens even, helemaal coronaproof. En wat we willen bereiken met de actie is eigenlijk dat mensen in Den Haag, bij de gemeente, maar vooral ook in Den Haag, nog een keer nadenken over het coronabeleid en of het allemaal wel zo redelijk is wat er nu gedaan is. En persoonlijk vinden we het ook heel fijn om weer eens een keer bezoekers te zien en dat we merken en voelen waar we het allemaal voor doen. Hebben we er zin in? Zeker. Oh, kijk. Enthousiasme spat er van af. En als je denkt dat je klaar bent met je armen, mag je door naar de benen. Kijk eens even. Nou, wij willen vooral ook in ons museum laten zien dat kunst ook op een hele leuke manier kan. En dat het ook zeker samen kan met leuke ontspanning zoals in een ballenbak. Een Instagram museum is eigenlijk een fenomeen vanuit Amerika. Een plek waar je heel veel foto's kunt maken, bedoeld voor met name sociale media. Nou, de invulling die wij eraan geven is iets dieper. Namelijk dat wij als doelstelling hebben om mensen kennis te laten maken met kunst op een wat speelsere manier. En ook vooral een leuke manier. Zoals je ziet lijkt Kim hier heel erg klein, maar in werkelijkheid valt dat nog wel mee. Puur door gebruik maken van perspectief en afstanden kun je iemand hier heel groot en heel klein laten lijken. Zoals je ziet gaan we in deze ruimte ook nog bewegen. Je kunt hier heerlijk tijgeren en survivalen. Maar pas wel op dat je niet geraakt wordt door de laserstralen en dan kom je uiteindelijk bij de rode knop.